In deze zevende uitzending van onze ruimtevaartcursus beginnen we niet in de Verenigde Staten op een of andere locatie, maar in ons eigen Nederland. We zijn in Burum in Friesland en we zijn te gast bij de PTT. Dit is het grondstation voor satellietcommunicatie van de PTT. Op dit grondstation staan twee grote antennes, schotelvormige antennes. De antenne achter mij heeft een middenlijn van 32 meter. En de antenne die verderop op dit terrein staat, heeft een middenlijn van 28 meter. Die antenne van 28 meter die wordt gebruikt om telefoongesprekken en telexverbindingen te maken met de Verenigde Staten en Canada. De gesprekken die gaan van deze antenne naar het satelliet 36.000 kilometer boven de Atlantische Oceaan en van de satelliet weer naar een grondstation in de Verenigde Staten of Canada. De antenne van 32 meter die voert naar een satelliet ook op 36.000 kilometer hoogte, maar dan boven de Indische Oceaan. En van die satelliet gaan de verbindingen dan naar het Verre Oosten, dus bijvoorbeeld naar Japan en Indonesië. Dagelijks worden er honderden telefoongesprekken gevoerd tussen Nederland en andere delen van de wereld met behulp van satellieten. De hele satellietcommunicatie is geweldig belangrijk geworden. Ze is in feite niet meer weg te denken. Op dit ogenblik draaien er vele tientallen telecommunicatiesatellieten om de aarde. De ontwikkeling van communicatiesatellieten begon ruim een jaar na de lancering van de eerste Sputnik. De eerste communicatiesatelliet heette SCORE. Dat was eigenlijk nog kinderspel. In 1960 werd het al iets leuker met de lancering van een heel grote ballon. De Echo 1 en later de Echo 2. Die ballon kaatste signalen terug, maar het was wat wij noemen een passieve communicatiesatelliet. Pas in 1962 werd het echt serieus. Toen werd de Telstar gelanceerd. De Telstar was de eerste satelliet die zorgde voor telefoon- en televisieverbindingen tussen verschillende delen van de wereld. En we hebben toen die historische momenten gehad van de eerste Amerikaanse beelden die rechtstreeks in Europa werden ontvangen. Op het ogenblik zijn we er zo aan gewend dat we er volkomen van uitgaan dat een Olympische Spelen of een wereldkampioenschap voetbal rechtstreeks gevolgd kan worden. Maar wist u dat bijvoorbeeld voor de wereldkampioenschappen voetbal van 1978 maar liefst 4 communicatiesatellieten werden gebruikt? Zonder communicatiesatellieten waren al deze rechtstreekse uitzendingen uit andere werelddelen totaal onmogelijk. Dankzij communicatiesatellieten kunt u dat alles rechtstreeks volgen. Op het ogenblik hebben ook vele andere landen al eigen communicatiesatellieten. Canada heeft een systeem van Anix, Indonesië heeft een eigen systeem, de Scandinavische landen zijn ermee bezig, Arabië werkt ermee en ook Rusland gebruikt volop communicatiesatellieten voor verbindingen binnen het eigen land. Ook Europa is er inmiddels mee begonnen. Op al deze zaken zullen we in het komende programma ingaan. U zult dan zien dat communicatiesatellieten misschien het belangrijkste zijn wat de ruimtevaart ons tot nu toe heeft opgeleverd. Het tijdperk van de communicatie begon voor de publiciteit met de lancering van een ballon, de Echo 1. In de ruimte werd die ballon opgeblazen. In feite blies de ballon, nadat ze uit een capsule was bevrijd, zichzelf op. De datum 12 augustus 1960. In de ruimte had deze ballon, die was gemaakt van aluminiumfolie, een middenlijn van 30 meter. De ballon was aan de hemel duidelijk te zien. En daarom werd er in vele kranten een dienstregeling gepubliceerd. Mensen keken naar het spoor wat deze kunstmaan aan de hemel maakte. En het spoor was zelfs te fotograferen. Met een gewone camera trok de satelliet een spoor aan de hemel. De Echo werd gevolgd door de Telstar en daarna door meerdere satellieten. De Relay bijvoorbeeld, een commerciële satelliet die 3 jaar werd gebruikt. Er werden beelden uitgewisseld van Olympische Spelen. Er kwamen televisieverbindingen over de hele wereld tot stand. Maar het was allemaal een begintijd. De Syncom zou de eerste satelliet worden die veel kon. Hier de constructie van deze Syncom. De eerste lancering op 14 februari 1963 mislukte, maar de tweede poging slaagde. De datum daarvoor was 26 juli 1963. Syncom wordt naar het lanceerplatform gebracht. Syncom zou de eerste satelliet worden in een geostationaire baan.
Dat is een satelliet die stil hangt ten opzichte van de aarde. Een geslaagde lancering dus van de Syncom 2. Toen de satelliet in de ruimte was gebracht, moest er contact worden gemaakt met grondstations. De satelliet is in feite een steunzender die zich hoog boven de aarde bevindt. Maar dan een steunzender zonder verbindende paal met de grond. De geostationaire baan, die we in dit programma vaak zullen noemen, is een baan op 36.000 kilometer hoogte. De grondstations hebben daardoor een vast uitzicht naar zo'n satelliet. Als de satelliet op de hoogte is aangekomen, moet hij naar een bepaalde positie worden gemanoeuvreerd. Dat is hier getekend. De positie blijft daarna vast. De satelliet draait dus vast ten opzichte van de aarde. De positie is altijd ergens boven de evenaar. Het geluidskanaal werd eerst getest met deze Syncom 2. En toen dat was gebeurd, werd er een proeffoto overgeseind. Het was opeens mogelijk om foto's van één deel van de wereld over te brengen naar een ander via een kunstmaan in de ruimte. Het was mogelijk om geluidsverbindingen te maken tussen één plekje op aarde en een ander plekje. Antennes zorgden ervoor dat er op ieder moment tussen alle punten op aarde contact gemaakt konden worden. De Olympische Spelen in Tokio werden met behulp van de opvolger, de Syncom 3, overgeseind. De hele wereld kon getuige zijn van de intocht van het Olympische team. De hele wereld kon ook kijken hoe de Olympische Spelen werden geopend. En ze konden daarbij de keizer van Japan, keizer Hirohito, aanschouwen. De fakkeldrager van de Olympische Spelen was te zien op televisieschermen in de hele wereld, ook in ons land. De kunstmaan zat in een geostationaire baan om de aarde. Met drie van deze kunstmanen kunnen we de hele aarde omspannen. Met drie van deze kunstmanen kunnen alle plekjes op de aardbol met elkaar worden verbonden. We kunnen dan een programma, een foto of geluid doorgeven via satellieten van één punt op aarde naar de ander. We kunnen gaan opbellen met familieleden in andere delen van de wereld. En we kunnen onze foto's doorgeven van een persbureau naar een nieuwsbureau in een ander continent. We kunnen televisiebeelden gaan uitwisselen en we staan er nu bijna nooit meer bij stil dat rechtstreekse uitzendingen uit een ander deel van de wereld alleen maar mogelijk zijn dankzij de communicatiesatellieten. Het bezoek van president Nixon aan China was een van de ware kunsten die op dit gebied zijn vertoond. We komen op dit bezoek nog terug. Deze beelden werden ook rechtstreeks via de tv uitgezonden. De Syncom is de voorloper geweest van een hele generatie van kunstmanen. U ziet hier in de Hughes-fabrieken hoe ze aan de lopende band worden gemaakt. Vroeger waren er schepen nodig om kabels te leggen van het ene continent naar het andere. Het was niet alleen een moeilijke wei, het was ook verschrikkelijk duur. Nu zijn de kabels in veel gevallen vervangen door satellieten. In het begin door satellieten in een lage baan, maar dat is een beetje onplezierig, want dan is een satelliet gauw voorbij en het is moeilijk om de antennes de satelliet te laten volgen. Het is plezierig als de satelliet in een heel hoge baan zit, want dan draait hij even hard rond, één keer in 24 uur als de aarde zelf. Als hij dan boven de evenaar zit, dan hangt hij stil ten opzichte van de aarde. Dat is die beroemde geostationaire baan. Zo'n satelliet is een vast steunpunt geworden in de ruimte. Een hoge steunzender, maar dan zonder paal. De constructie van de Syncom was een heel precies werkje. Niet alleen zenders, maar ook ontvangsapparatuur en antennes moeten er worden aangebracht. Intussen is dit een zeer geavanceerde techniek geworden die over de hele wereld wordt toegepast. Satellietlanceringen vinden nu aan de lopende band plaats. Op
26 juli 1963 werd dus de Syncom 2, zoals gezegd, gelanceerd. Dit gebeurde met een Delta-raket vanaf de basis Cape Canaveral. Syncom 2 werd in een baan boven de Atlantische Oceaan gebracht. Dat zou de vaste positie worden. Toen de Syncom eenmaal in die positie was gekomen, moesten er verbindingen worden gelegd. Deze verbindingen vinden plaats van het ene punt op aarde naar het andere. Een telefoongesprek bevestigde dit. Dit eerste historische telefoongesprek van president Kennedy met een van de Amerikaanse ruimtevaartcentra, gevoerd via Syncom, betekende het begin van een communicatietijdperk in de ruimte. Het betekende het begin van 5 jaar werking van deze satelliet voor NASA en de Amerikaanse militairen. Een jaar later werd de Syncom opgevolgd door een tweede satelliet die naar de Stille Oceaan werd gedirigeerd. Deze tweede satelliet werd gebruikt voor de Olympische Spelen van 1964 in Japan, maar ook voor meer commerciële verbindingen. Het gebouw van de Verenigde Naties symboliseert dat. Er ontstond een tijdperk van commerciële communicatie, een tijdperk wat nog volop voortduurt. Heel belangrijk in deze ontwikkeling was deze lancering, de lancering van de Early Bird. De capaciteit van de Early Bird was 240 kanalen. Dat betekent dat er 240 telefoongesprekken gelijktijdig via één zo'n satelliet gevoerd kunnen worden. Het was ook één tv-kanaal. Dat betekent een uitwisseling van één televisieprogramma tussen Parijs en Athene, tussen Athene en New York. En het betekent het uitzenden van bijvoorbeeld verslagen van een ruimtereis. Operaties. Of de begrafenis van Adenauer. Het betekent ook dat sportevenementen overgebracht kunnen worden van één deel van de wereld naar een ander. En in heel grote landen kunnen satellieten voor een interne communicatie worden gebruikt. Ook militairen kennen het belang van communicatiesatellieten. Dit is de lancering van een Amerikaanse militaire satelliet die wordt gebruikt om verbinding te maken tussen soldaten in het veld, zoals dat heet, en de leiders die in een hoofdkwartier zetelen. Het waren ook communicatiesatellieten die in de Vietnamoorlog een contact onderhielden tussen Vietnam en het Pentagon. Deze militaire satelliet had een capaciteit van 10.000 kanalen. In januari 1971 werd deze, de Intelsat 4, gelanceerd. En dat betekende dat een nieuw tijdperk voor communicatie op grote schaal was begonnen. Intussen zijn er een aantal opvolgers, Intelsat 4A's, in de ruimte. En het zijn deze satellieten die worden gebruikt door de antennes in Buren. Door dit soort antennes die over de hele wereld in meer dan 100 landen staan. Het zijn de Intelsats die inderdaad zorgen voor verbindingen met Olympische Spelen, die het bezoek van de paus aan Bogota laten zien, of die het jubileum in Perzië voor de gebeurtenissen kort geleden laten zien. Er werd een speciale luchtbrug gemaakt tussen de Verenigde Staten en China om een mobiel grondstation te gaan installeren op het moment dat Nixon China ging bezoeken. Dat station was in staat om 60 telefoongesprekken plus één televisiekanaal en dat kanaal met 9 verschillende geluidskanalen over te brengen. Een soortgelijk evenement vond overigens plaats toen Nixon Egypte bezocht. Alleen gaf hij toen het grondstation cadeau, wat anderen in de problemen bracht. Eskimo's in Alaska genieten ook van de voordelen van satellieten. About how far along is she? How pregnant is she? And have you checked your blood pressure, Dover? Roger, I did. It's about normal.
Dat is medische informatie. Een vrouw die in verwachting was, een hoge bloeddruk. En terug naar de Olympische Spelen, naar Nixon. Er zijn te veel evenementen om op te gaan noemen. Satellieten maken de wereld kleiner. Maar satellieten kunnen ook binnen één land worden gebruikt. Nationale satellieten, die vinden we op het ogenblik al in Canada, Indonesië, in Japan, in China, in de Verenigde Staten. Het zijn satellieten die zorgen voor communicatie binnen een bepaald land. Satellieten die ervoor zorgen dat verbindingen over grote afstand worden overbrugd zonder dat er kabels voor nodig zijn. De Canadezen hebben hun Anik-satellieten en de Japanners hebben de BSA-satelliet. Al deze satellieten worden in Amerikaanse fabrieken gebouwd. Maar andere landen, waaronder Europese, proberen nu een stukje van dat groeiende marktaandeel te krijgen. De Intelsat-satellieten, die ons land ook gebruikt, zijn in vaste posities boven de evenaar te vinden. We zien hier welk gebied op aarde zo'n Intelsat bestrijkt. En we zien ook dat met 3 van die posities de hele aarde wordt bedekt. De grondstations worden gebruikt om contact te maken tussen een satelliet die vervolgens een signaal naar een heleboel grondstations tegelijk kan overzijnen. Dit is al de voorloper van wat we tegenwoordig noemen de televisiesatelliet. De Intelsat 4A is van de grootste betekenis in dit veld. De Intelsat 4A wordt door Nederland gebruikt voor 3/4 van het telefoonverkeer met de Verenigde Staten en Canada en voor een groeiend deel van het telefoonverkeer met andere delen van de wereld. De la revolución. Dezelfde Intelsat zorgde ervoor dat zelfs in de woestijn de radio in andere delen van de wereld te horen is. De Apollo-programma's waren over de hele wereld te volgen omdat er communicatiesatellieten bestonden. Overigens zijn vluchten naar maan en planeten zonder communicatiesatellieten helemaal niet mogelijk. Ruimtevaart heeft die eigen communicatie heel hard nodig. Bij de Apollo-programma's had het hele team dat werkte aan de NOS-uitzendingen een eigen ontvanger in huis. En wij konden dag en nacht luisteren naar de gesprekken tussen het vluchtleidingscentrum en de astronauten. We waren daardoor goed op de hoogte en we wisten ook hoe we moesten reageren als er iets onverwachts gebeurde. We gingen op weg naar de studio als het heel ernstig werd, zoals bij Apollo 13. De ATS-6 zorgde in 1974 voor enkele opvallende zaken. In Alaska werd een proef gedaan waarbij de gezondheid van een aantal mensen mogelijk beter bewaakt kon worden dankzij de komst van een nieuw type communicatiesatelliet, de ATS-6. I've been using the satellite radio 1 year now, and we can talk to the doctor every day. Roger, Alec Hackett. How has she been treated in the past, and for what periods of time with what antibiotics? Over. She was put on ampicillin 10 days. Before the satellite radio, I used to be just helpless with a patient. We had AM radio, and we used to have a lot of trouble trying to get through to Tanana. En dat is het Papago-Indianenreservaat in de staat Arizona bij de stad Tucson in de Verenigde Staten. Ook daar wordt gebruik gemaakt van communicatiesatellieten om verbinding te maken tussen Indianen die ver van de bewoonde wereld wonen en een hospitaal dat zich in de grote stad in Tucson zelf bevindt. Hey, Mr. Garcia, can I have you open your mouth real wide? Well, the throat looks pretty good. De opvolger van de ATS-6 is de CTS, de Communication Technology Satellite, die door Canada en de Verenigde Staten samen werd gebouwd.
Philips uit Nederland doet ook experimenten met deze satelliet, trouwens ook met de ATS-6 en wel door antennes te bouwen. Deze ATS-6 en de CTS worden gebruikt voor een aantal experimenten, bijvoorbeeld voor educatie in India. In een 2400 dorpen in India worden beelden van de satelliet ontvangen. Beelden die één keer worden uitgezonden. In India leeft 80% van de bevolking van 610 miljoen mensen op het platteland en is daarom erg moeilijk bereikbaar. De programma's in India hadden betrekking op gezondheid, op landbouw, op nieuwsvoorziening, op informatievoorziening, op gezinsplanning en op andere educatieve zaken. De dialecten in India zijn verschillend. Met één programma werden meerdere dialecten gelijktijdig uitgezonden. Eén beeld, maar meerdere geluidskanalen die gelijktijdig dus gebruikt werden via de ATS-satelliet in het SIDE-experiment. Het SIDE-experiment is het Satellite Instruction Television Experiment. Men had er hoge verwachtingen van in India en het is ook zo dat die verwachtingen in het experiment goed zijn uitgekomen. De opvolgers moeten nu door India zelf worden gebouwd. Er moeten nieuwe satellieten komen die zorgen dat er voortdurend in de dorpen in India televisietoestellen gebruikt kunnen worden voor de ontvangst van programma's op educatief gebied. Overdag worden deze programma's gericht op de kinderen, de schooltelevisie. En net als bij ons, bij Teliac, moeten de volwassenen 's avonds gaan kijken op wat ongunstiger uren. De Russen hebben ook erg veel gedaan aan communicatie. Ze hebben een groot aantal molnia's gelanceerd. Op dit ogenblik zijn er een 70-tal molnia's van 3 verschillende generaties in de ruimte gebracht. De Russen hebben ook de eerste geostationaire satellieten gelanceerd en ook zij onderhouden contact met alle delen van de wereld via eigen communicatiesatellieten. De geschiedenis van communicatiesatellieten is heel snel gegaan. De kabels worden wel nog steeds gelegd, maar ze worden kleiner in aantal. Bovendien is de vraag naar circuits zo groot en er komt al gebrek aan koper. En daarom kunnen niet meer altijd dit soort primitieve toestanden worden uitgehaald. De capaciteit van satellieten is vele duizenden kanalen. En dat betekent een geweldig veel grotere capaciteit dan die kabels ons kunnen bieden. Bovendien zijn veel gebieden moeilijk toegankelijk. Het is heel moeilijk om daar inderdaad kabels te gaan aanleggen. In Thailand bijvoorbeeld, waar deze beelden van zijn, is het heel duur. En daarom wil men liever meteen een satelliet hebben in die landen waar nog geen kabels liggen. Rusland heeft dat bijvoorbeeld meteen gedaan. Rusland heeft geen kabelverbindingen met bijvoorbeeld Siberië. Er worden satellietverbindingen gebruikt. In Ecuador werd een eigen grondstation voor de Intelsat gebouwd. Oké. IOC is ready to go. Will you please put power on? Op 8 juli 1976 begon ook Indonesië aan het lanceren van eigen communicatiesatellieten. De satellieten werden gebouwd in de Verenigde Staten en de Amerikanen moesten ook hulp bieden bij de lancering. NASA voerde de lancering uit. Maar intussen beschikt Indonesië nu over 2 eigen communicatiesatellieten. Palapa worden ze genoemd. Met deze satellieten worden maar liefst 13.000 eilanden verbonden. Dat probleem moet overigens niet worden onderschat. Het betekent ook grondstations op al die eilanden.
De satellietcommunicatie heeft gezorgd voor een prijsverlaging op het terrein van de communicatie, maar vooral ook voor een capaciteitsverhoging. Ook Europa is inmiddels begonnen met eigen communicatiesatellieten. Dit is de OTS. De eerste lancering van deze Europese experimentele communicatiesatelliet mislukte, maar de tweede wordt op het ogenblik gebruikt voor verbindingen tussen landen binnen Europa. In de komende jaren zullen een viertal operationele opvolgers van deze satelliet onder de codenaam ECS in de ruimte worden gebracht. Ook de Nederlandse PTT doet daaraan mee. De bedoeling is dat in 1983 of 1984 er ook een experimentele televisiesatelliet door Europa in de ruimte zal worden gebracht. Ook daaraan zal Nederland een bijdrage leveren. Dit zijn beelden van de Japanse BSE-satelliet. Dit is een satelliet die nu al wordt gebruikt voor televisieuitzendingen vanuit de ruimte. Dat betekent dat het geen centraal ontvangspunt meer is in een dorp, zoals bij de ATS, maar dat iedere individuele kijker de beelden van zo'n satelliet kan opvangen. Een Amerikaanse, de SATCOM van de RCA, de Radio Corporation of America, een puur commerciële satelliet. Men kan op dit ogenblik niet alleen lijnen huren op een satelliet, maar men kan zelfs een satelliet leasen. Het is mogelijk als de vraag groot is om permanent de beschikking te hebben over een bepaald deel van de capaciteit van een communicatiesatelliet. Communicatiesatellieten zijn zakelijk interessant geworden. Voor de komende jaren worden er enkele honderden lanceringen van satellieten verwacht. Binnen de Verenigde Staten zijn er al een tiental satellieten in gebruik. En die groei zullen we niet alleen in Amerika, maar ook in Europa meemaken. Dit soort lanceringen wordt nu niet meer in de kranten vermeld. Hier gaat de SATCOM 2 omhoog. Het tijdperk van de communicatiesatellieten is begonnen. Voor de komende 10 jaar verwacht men 200 nieuwe communicatiesatellieten. Die satellieten worden gebruikt voor telex, telefoon, televisie en dataverbindingen. Het is vooral ook de automatisering die ervoor zorgt dat de vraag steeds groter wordt. Europa wil in dat alles duidelijk een woordje meespreken. De Europese landen willen eigen communicatiesatellieten hebben voor maritieme doeleinden. Satellieten die contact onderhouden tussen schepen en het vasteland. Europa wil ook deze satelliet in de ruimte brengen, de ELSAT. Europa wil de ECS-satellieten in de ruimte brengen. Wij zullen op den duur telefoongesprekken tussen bijvoorbeeld Nederland en Italië via dit type kunstmaan gaan voeren. En we zullen daarbij zien dat de toekomst in feite pas begonnen is. Communicatiesatellieten zijn niet meer weg te denken. De cursus ruimtevaart kost 39 gulden. Voor dit bedrag ontvangt u een rijk geïllustreerd cursusboek over de geschiedenis van de ruimtevaart, een groot aantal brochures over ruimtevaart, een paar stickers, een speldje en een literatuurlijst. U wordt cursist door overschrijving van 39 gulden op Giro 54 42 32 ten name van Telejak in Utrecht.